Vrijdagavond start Dancing with the Stars op 4. Een van de juryleden is Lea Thijs. Lea Thijs, jurylid bij Dancing with the Stars. Ik vind dat persoonlijk een verrassing. Vind jij dat ook? Eigenlijk niet. Verrast ben ik wel dat ze mij gevraagd hebben. Maar het ligt wel in de lijn van mijn interessesfeer. Die inderdaad met beweging te maken heeft al mijn hele leven. Ja. Vanaf mijn theateropleiding tot mijn pensioen. Dansen, wat doet dat met jou? Van dansen word je vrolijk, net als van zingen. Dat is loslaten, dat is genieten. Met wie van de kandidaten zou jij hier wel eens willen dansen? Goh, nu vraag je me wat. Wel, dat is een vraag die je mij moet stellen na een paar keer. Om ze bezig gezien te hebben en dan zal ik het weten. Ken jij alle kandidaten? Nee, ik ken ze niet allemaal, maar ik ken er wel een aantal van. Ga jij nu voor Leen den Dievel en Peter van Asbroek minder streng zijn? Oh nee, zo zit ik niet in elkaar. Daarvoor ben ik al lang genoeg bezig. Nee, dat moet kunnen. Je moet dat gewoon kunnen scheiden. Mm-hmm. Hoe groot mijn sympathie voor sommige mensen ook is, ik moet alleen kijken wat doen ze. Mm-hmm. That's it. Wat moeten de kandidaten eigenlijk doen om jou te overtuigen? Ze moeten mij kunnen ontroeren. Zij het dat de dans een treurig accent heeft, of een heel vrolijk, of een uitbundig. Maar het moet mij emotioneel iets kunnen doen. Ja, ga jij de harde tante spelen van de jury? Afwachten. Nee. Ben jij een harde tante? Dat moet aan anderen vragen. Ik denk eerder... Dat ik ook als lerares altijd goed was in slaan, maar ook zeker het zalven. En als je niet beide kunt doen, blijf dan weg.